Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Het ziet er allemaal helemaal niet zo wild uit als we naar de satellietfoto kijken, maar de waarheid is anders, want er ligt een gemeen lage drukgebiedje op de Noordzee. En dat trekt de komende ochtend over het noorden van het land, ten noorden van de Wadden langs daar ook de meeste wind. Met kans op storm en zware tot zeer zware windstoten. Maar de windstoten zijn ook elders in het land merkbaar. Vanmiddag gaat de wind langzaam afnemen, is dan naar het noordwesten gedraaid. Temperaturen 13 of 14 graden, van tijd tot tijd zon, maar ook een aantal buien die nog over het land trekken. Vanavond zien we de buien, met name in het noorden. De wind neemt verder af, er zijn nog steeds opklaringen, de temperatuur daalt naar een graad of 11. Dan gaan we naar morgen, dan is het op zich vrij rustig. In ieder geval geen storm meer. Nog wel een vrij krachtige wind langs de kust. Buien, eerst in de kustprovincies, later ook elders. Misschien een klap om weer daarbij, tussendoor zon en 14 graden op de thermometers. De zon heeft het zaterdag veel moeilijker. Dan overwegend bewolkt weer met regen. Buien later op de dag, een graad of 13 op de thermometer. Zondag klimt de temperatuur een paar graden omhoog. Dus iets minder wisselvallig, maar zeker nog niet droog. En dat geldt eigenlijk ook voor de maandag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.